gotta get up. Goedemorgen blogjes, het is vandaag woensdag 10 december en ik ga een dag uit mijn leven filmen. Het is 7:15, ik ben net wakker, daarom is het zo'n slecht beeld. Het is nog heel erg donker buiten. Ik heb vandaag examen Frans, dat zal normaal gezien wel lukken, want het leren ging ook heel goed vooruit gisteren. En ik ga vandaag wat leuke dingen doen, dus dat ga ik vastleggen. Veel kijkplezier! Het is ondertussen 7:00, ik heb net ontbeten en ik ga me nu opmaken terwijl ik de vlog van Masha op mijn iPad ga kijken. Dus dan kan ik nu even niet vloggen. Het is 7:05 en ik ben opgemaakt. Ik moet alleen nog mijn babylip Sherry Me. Maar ik ga eerst mijn tanden poetsen, want anders gaat de lippenbals maf. En dat wil ik natuurlijk niet. Voilà, mijn tanden zijn gepoetst en mijn make-up is ook helemaal klaar. Dit is wat ik vandaag aan heb. Een jeans hemd van H&M, een panterplusje van Coolcat, een skinny jeans en mijn lekker warme, comfortabele UX. Het is echt heel fijn om die nu deze periode aan te doen, want het is echt heel koud buiten. Het is 7:20 en binnen 10 minuutjes ga ik naar de bushalte vertrekken, want mijn bus komt rond 7:45 ongeveer. Ik heb vandaag school tot 12:00, omdat examen is natuurlijk, dan heb je altijd maar een halve dag om dan 's middags de hele dag te studeren. Zoals ik al zei heb ik examen Frans en dat zal wel lukken. Dus ja, dan zie ik jullie straks. Voilà, ik ga nu naar school vertrekken. Het is tijd om naar de bushalte te gaan. Deze sjaal komt van Apples, als jullie graag zouden willen gaan halen. En dan heb ik mijn winterjas aan en mijn boekentas heb ik ook bij. En ja, wish me luck met mijn examen Frans. En dan zie ik jullie straks. Doei! Hey blogjes, het is 10:55 en ik ben net thuis. Omdat ja, met de bus natuurlijk altijd langer rijden. En mijn examen Frans is heel erg goed gegaan. Het eerste deel was ja, gewoon wat ik geleerd had natuurlijk. En het tweede deel was begrijpend lezen en een opsteltje schrijven. Maar dat ging ook heel erg goed. Dus ik ben er wel sowieso door. En morgen heb ik 2 examens, 2 uur stijlleer en 2 uur chemie. Ik denk dat iedereen al weet wat chemie is, maar stijlleer denk ik niet omdat dat echt een vak is wat je alleen maar in de richting bioesthetiek krijgt. Dus ik zal even een beetje van de cursus laten zien. Dit is thema 1 wat ik moet kennen. Ik moet de verschillende soorten stijlen kennen. Romantische stijl, sportief en casual, de klassieke en elegante stijl. En dan moet je zo de kenmerken kennen en zo. En dan deel 2 gaat over Egypte. Dus hoe de make-up gedaan werd bij de Egyptenaren moet je dan allemaal weten. En de godsdienst. En dat is eigenlijk wel een fijn vak, maar het is veel studeren. En dit is chemie. Ja, dat kent iedereen denk ik wel. We hebben er geen boek voor. Het is echt een cursus wat de leerkracht zelf gemaakt heeft. En dat gaat dan zo over de verschillende scheidingstechnieken, over zuivelstoffen en mengsels. En ja, het is allebei echt wel een leervak, dus ik denk dat ik vandaag wel heel erg lang ga studeren. Ik ga nu eerst middag eten en als ik daarmee klaar ben, ga ik beginnen met studeren. En dan ga ik natuurlijk niet vloggen. Wat ik vandaag wel nog ga filmen is, we gaan de kerstboom halen. We hebben altijd een echte kerstboom, omdat het super lekker ruikt. En we gaan die vandaag halen en dan wordt die binnen een paar dagen, denk ik, tot dat is, wordt die geleverd aan huis. Maar vandaag gaan we er eentje kiezen en dan neem ik jullie mee. Jullie weten, of ja, ik weet niet of iedereen het weet, maar als ik uit huis ga filmen, ga ik niet met mijn gsm filmen, want dat is vrij slecht beeld. Dus ga ik met mijn Sony-camera filmen, dan weten jullie dat als ineens beeldkwaliteit verspringt van goed naar iets minder goed, dan weten jullie dat ik met mijn Sony-camera film, omdat met de iPad film is heel erg raar. Dus dan neem ik jullie natuurlijk mee, maar als ik ga studeren ga ik niet vloggen, want ik wil niet afgeleid worden. Het is 10:50, klaar met eten en nu tijd om te studeren. Hey bloggertjes, het is 5:20 en ik ben nog steeds aan het leren. Ik moet nog 2 pagina's van stijlleer en daarna ga ik aan chemie beginnen. Dat zijn 25 pagina's geloof ik. Maar even een kleine pauze, zoals ik daar straks al zei, we gaan de kerstboom halen. Dus dan neem ik jullie mee. Ik zit nu in de auto en zelfs als we daar zijn, film ik verder met mijn Sony-camera. Hier gaan we altijd onze kerstboom halen. En kijk hoe leuk het versierd is. Daar moet je dan betalen als je de kerstboom bekomt. Voilà, we hebben een kerstboom kunnen uitzoeken. Het is een heel erg mooie kerstboom. En morgen of overmorgen komen ze hem leveren. En dan ga ik hem natuurlijk ook filmen in een aparte kerstvideo. Hey blogjes, het is 7:20 en ik ben net klaar met leren. Ik heb stijlleer en chemie.
volledig geleerd en oh, ik ben doodmoe van alles studeren. Ik word er echt helemaal gaar van, als het ware. En ik ben om 20 na 1 begonnen met leren tot nu, kwart na 7 of ja, 20 na 7 ongeveer. Dus ik vind dat ik het wel goed gedaan heb en ik ga me nu lekker douchen, want dat heb ik wel verdiend na zo lang studeren. En dan ga ik wat op de laptop. Ik denk na douchen dat ik mijn vlog ga afsluiten, omdat ik nog wat wil laten zien. Hey blogjes, het is 7:15, sorry voor het super slechte beeld. Ik ben gedoucht en ik ga nu mijn nagels lakken met dit mooie Catrice lakje. Ja, je ziet de kleur niet goed. Ik sta even met de zaklamp van mijn gsm erop schijnen. Dit is de kleur, hij is echt super mooi paars. En dit lakje heet 800 Heavy Metallic. Ik heb al 2 dagen geen nagellak op, dus ik ga ze nu lakken en ik zal jullie het resultaat zo meteen laten zien. Hey blogjes, ik heb mijn nagels gelakt en ik zal even het resultaat laten zien. Dit is de kleur, hij is echt super mooi. Ik ga mijn vlog afsluiten, want ik ga nog wat op de laptop en ik wil hem ook nog volledig bewerken. Ik hoop dat jullie de dag uit mijn leven leuk vonden en dan zie ik jullie snel weer. Doei!